Het ziet net goed. Ja, wat vindt u zelf? Nee, dat lukt ze voor joker. Marita en Jan kruipen graag op hun zolder achter de naaimachine. Vaak zijn het beren en cadeaugeschenken, maar nu hebben ze de handen vol aan mondkapjes. Wanneer bent u met die mondkapjes begonnen? 2 weken terug. Hoe is het zo gekomen dat u begonnen bent met mondkapjes maken, mevrouw? Omdat ze op het tuts verplicht zijn en voor op het tuts gaan twinkelen. En zo begonnen ze met het maken van mondkapjes met alles wat ze in huis hadden. Sokken, t-shirt, dekbed of je hebt thuis een stofje liggen, katoen. En nu in het openbaar vervoer en in het vliegtuig een mondkapje nodig is, is de vraag groot. En dat merken ook Marita en Jan. Net giet de bel en er kwam een man uit het niks. En wat vroeg hij? Mondkapjes. Ja. Is zin dat er mondkapjes in het raam had staan? Ik zei, ja, welke wil ze? Die of die? En een van dam. Ja. Rijk hoeven ze niet te worden van de mondkapjes. Het blijft hier hobby. En waarom zou je een mondkapje kopen als je dus van een oude sok een degelijk mondkapje kan maken? Stap 1, de nas afknippen. Dan de bovenkant van de hak openknippen. Dan vouw hem dubbel. Zo. Dan pakken we de sjeer. Knippen een stukje erin. De mooie kant onverboven. Dat doen we hem om. En ongevouwen voor hem een beetje naar binnen. En dan hem voor masker.